En om de inkomsten van de staat te vergroten, zal minister Prahlad Soedien van LVV de visserijsector ordenen. Onder andere is het aantal vergunningen teruggebracht, terwijl er ook acties zijn genomen om smokkel tegen te gaan. De minister zegt dat hij erop toeziet dat de visserijwet consequent wordt nageleefd. Je ziet dat er in 2008, 2009, 2010 hadden wij al een aantal vergunningen die te veel waren teruggebracht. Er worden zelfs afspraken gemaakt met de sector en maxima vastgesteld hoeveel vergunningen per visserijtype. We zijn daarna gegaan naar het instellen van zones op zee. Wie waar mag vissen, welke dieptes. En dat is toen allemaal gebeurd. Er was controle op het zaakje. Maar vanaf 2014 hebben we gemerkt dat toen het zaakje, hoe dat kwam, weet ik niet. Maar de minister die er toen was, die heeft een aantal vergunningen weer laten toenemen. Bij de SK-vergunningen bijvoorbeeld, in 2009, 2010 waren er meer dan 500 vergunningen. Terwijl officieel maar net iets van 300 zouden moeten zijn. Maar door daar te gaan kijken, we hebben stroommannen weggehaald, van wie voldoet niet aan de eisen, hebben we teruggebracht. We hebben het redelijk kunnen reduceren naar 380 en hebben geprobeerd het daarop te houden. En dan heb je een rust gemerkt in de sector. De bewindsman zegt verder dat elke maatregel goed doordacht en in overeenstemming met de vissers wordt doorgevoerd. Momenteel wordt met man en macht gewerkt om overbevissing tegen te gaan. De smokkel, oké. De trolvisserij, vanaf 2007 zijn ze verplicht om het VMS-apparaat aan boord te hebben, waarmee we hun controleren. En het heeft ons 3 jaar geduurd voordat wij akkoord konden bereiken, onlangs met de bevolkingsvisserij, weliswaar in de tijd van mijn voorganger, dat die bevolkingsvisserij ook voorzien wordt van een VMS-apparaat. Er was een heel lange discussie over welk van wie de provider moet zijn, noem maar op. Op een gegeven moment is de knoop doorgehakt. En daarin is toen besloten van luister, we kiezen voor een bepaald systeem. En het ging ook heel moeizaam, maar nu is het zover. De eerste tranche aan die apparaten zijn al binnen, zijn al op de boten geplaatst. We zijn nu bezig met de tweede tranche. Alleen dat wij per 1 januari aanstaande alle boten voorzien hebben van zo'n apparaat. Dat daar de controle geoptimaliseerd wordt. En voor de rest, als je de bewegingen van die boten ziet, dan weet je al van ik heb daar dat zaakje al onder controle. Natuurlijk heb je altijd nog boten op zee die onder de radar zijn, die niet zichtbaar zijn. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Soedien. Hij is bezig de visserijsector te ordenen wat de staat meer inkomsten moet opleveren.